Maar hoe voelt het om hier voor het Nederlands publiek te spelen? Het is altijd wel leuk om thuis te spelen. Want wat doet die support met jullie? Geeft dat echt een boost? Jazeker. Het is altijd wel leuk om natuurlijk voor meer mensen te spelen. Wat betekent Team NL voor jullie? Ja, dat is toch een stukje verbondenheid met alle sporters in Bemmen van Nederland en van heel de sport. Ik denk iedereen hoor je bij elkaar en dat denk ik, verbondenheid. Ja. Jullie gaan nu alle activiteiten af, zijn handtekeningen en jeugdclinics. Gaan jullie dat ook nog doen? Ja, we gaan daar een handje bij helpen. Oké, nou leuk, dankjewel. Volgens mij staan er weer kinderen klaar voor handtekeningen. Yes. Wie is niet fan van Team NL? Ik bedoel, ik ben met ons gewoon heel leuke sport. Dus ik vind het top wat ze doen. Ja, wat vind je van de sfeer hier? Oh, heerlijk, gezellig en echt super leuk. Leuke stand. Ja. Okay. En Thies, hoe doen de kids het? Het is hartstikke gezellig hier. Ja, leuk joh. Dag jongens. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Wat hebben jullie net gedaan? Geopend clinic. Oké. Okay. Ja. En wat? En, handtekeningen staan in de rij. Nog meer handtekeningen. Ja. En wat hebben jullie een beetje bij de clinic gedaan? Net op het einde dat wedstrijd speelt. Bij de 5 groepen. En dan gewoon de kinderen mochten tegen ons redden spelen. Oké, okay, oké. Okay. Dus, ja, gewoon allemaal fun. Ja, leuk. Ja, volgens mij hebben de kinderen het leuk gehad. Dus, we gaan het ze vragen. Hebben jullie net de clinic gehad? Ja? En? Wat vond je ervan? Ja? Wat vond je er zo leuk aan? Gewoon het spelen. Het spelen, ja? En wat hebben jullie geleerd van de toppers? Oké, nou leuk. Veel plezier op de Dutch Open. Dankjewel. Hoofd, schouder, shuttle, tenen, hoofd, tenen, hoofd, shuttle.